Mijn droom. Geschreven door The Short Stories. Ik word wakker. Dit keer niet van de wekker, maar van onrust. Vandaag is het zover, denk ik bij mezelf. En meteen voel ik de buikpijn en de zenuwen al door mijn lijf gieren. Vandaag heb ik mijn auditie. Voor de grootste musical die gaat draaien komend jaar. Ik ben goed voorbereid. Ik ken de teksten uit mijn hoofd en heb alles gegeven in mijn zang- en musicallessen. Toch zijn mijn zenuwen nu al niet te houden en de dag moet nog beginnen. Zenuwen, gek gevoel is dat. Je weet dat je het kan en je weet wat je moet doen. En toch neemt het gevoel je over. Niet aan denken. Ik start de dag met een douche en een kop thee. Om half één is mijn auditie en het is nu negen uur. Ik heb nog alle tijd. Ik plof op de bank en scroll een beetje door TikTok. Mijn kat, Pip, komt spinnend naar me toe. Ik aai haar en ze geeft me kopjes. De liefde van een dier is echt anders. Ze voelen het aan als je ergens mee zit. Ik krijg een appje van mijn moeder. Succes, schat! Jij kan dit! Met lachende poppetjes en een rood hartje. Lief zeg. Iedereen leeft met me mee op deze spannende dag. Ze weten wat het voor me betekent. Er hadden al veel mensen aangeboden om mee te gaan. Maar ik ga dit alleen doen. Dan kan ik in de focus blijven op het moment. Ik zet het nummer Ik Wil Dansen van Vrouwkje aan. En ik laat me even helemaal gaan, en dans en zing al mijn zenuwen eruit. Ik sta al tien minuten bij de bushalte, terwijl de bus er zes minuten geleden al had moeten zijn. Vertraagd, geeft het bord aan. De bus brengt me naar het treinstation, en vanuit daar is het nog een half uur met de trein naar de auditieplek. Ik hoop maar dat de bus komt en ik alles op tijd red. Gelukkig zie ik de bus na vier minuten aankomen rijden. Ik stap in en doe mijn AirPods in mijn oren. Even in mijn eigen bubbel. Ik kom op tijd. De trein heeft gelukkig geen vertraging en alles loopt vlekkeloos. Ik loop het grote gebouw in en zie allemaal posters van de nieuwe musical, Matilda. Stiekem hoop ik dat ik op de poster zal komen te staan. Ik meld me aan bij de balie en een vriendelijk meisje begeleidt me naar de wachtruimte. Neem lekker wat te drinken. Er staat ook fruit en wat zoets. Neem wat je wil. En natuurlijk veel succes. Ik neem plaats aan de linkerkant van de ruimte. Het is druk. Ik kijk om me heen of ik misschien iemand zie die ik ken, maar ik spot nog geen bekende gezichten. Iedereen is een beetje aan het inzingen. Of ze nemen hun tekst nog een keertje door. Ik kies ervoor om lekker wat te drinken te pakken en ik probeer het los te laten. Ik loop naar het barretje en pak een beker Spa Blauw. Als je gaat zingen, is het niet verstandig om frisdrank te nemen. Daar krijg je slijm van. Al helemaal geen snoep of chocola. Dan kun je het schudden. Nummer 128, Abby. Klinkt het. Dat ben ik. Daar gaan we. Ik zing en dans op mijn allerbest. De tekst heb ik goed onthouden en ik mocht zelfs nog een stuk improvisatie laten zien. Ze namen echt de tijd voor mijn auditie. Dat geeft me een goed gevoel. Nu is het wachten. Wachten op mijn droom werkelijkheid zal worden. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en luisteren.